vandaag vaderdag en en daarom neem ik vandaag een ontzettend leuke video op samen met mijn vader. We gaan namelijk zo meteen allebei 5 vragen van elkaar proberen te beantwoorden. De antwoorden weten we totaal niet van elkaar, dus ja, ik zou zeggen, laten we beginnen met de vragen en ik ben heel benieuwd hoe dit gaat lopen. Mooiste reis. Nou, dat is vorig jaar naar Belfast, naar het Titanic Museum. De mooiste reis? Ik denk dat dat vorig jaar was, naar Ierland met z'n tweeën. Yay! Ik doe in totaal 5 minuten over mijn complete make-up routine. Zo lang? Ja, hoe dan? In minuten? Ja. Alleen make-up, hè? Dus niet douchen, aankleden. Kwartier. Kwartier? Serieus? Nee. Half uur. Alleen make-up, hè? Een uur? Nee! 5 minuten! Ja. 5 minuten? Make-up wel, ben ik zo weer klaar. Langzame klok. Favoriete kleur? Je moet ze toch verzinnen. Blauw? Blauw. Ah, oh, nee. Yay! Ja. Yay. wat wilde ik vroeger worden? Ik wilde vroeger dierenarts worden. Het was een hele beslissing om er op een gegeven moment van af te zien. Maar ik wilde het wel. Ik wilde heel graag voor dieren zorgen. Papa's lieve meisje. Buiten dat. Dierenarts. Ja! Yeah! Ja, ik wilde vroeger dierenarts worden. Geluksgetal. 9. Geluksgetal. Dat weet ik niet hoor. 22. 9. 9? Ja. Oké. Okay. Ja. Oh. Oeh. Mijn moeilijkste vak is, en dat zal waarschijnlijk ook altijd blijven, rekenen. En mijn makkelijkste en ook leukste vak vind ik toch wel persoonlijke zorg. De rekening is moeilijkst. Dat klopt, en dan was je snel uit. Ja. En mijn makkelijkste school, hè? YouTuber? Een schoolvak. Was dat maar een schoolvak? Echt hoor. Makkelijk. Wat voor vak heb je eigenlijk? Gezondheid? Leer? Zorg? Ja, het ligt. Ja. Ik kan niet helemaal geen persoonlijke zorg. Nou, dan zou ik naast persoonlijke zorg. Yay! Wat voor verhaal hadden we er nog meer? Moeten we even terugkijken? Hier kijken. Mijn mooiste baan tot nu toe. Dat was machinist in de scheepvaart. De mooiste baan? Die ik tot nu toe heb gehad. Ik denk het varen. Nou, reken wel goed. Hoezo? Wat dan? Inderdaad, machinist. Het varen? Ja, machinist. Ja, het varen. Ja. Ben ik een ochtend- of avondmens? Ik ben een ochtendmens. Ik ben einde van de dag meestal heel erg moe, dus ik ben graag heel rustig dan. Ik ga graag slapen. En 's ochtends heb ik eigenlijk wel de meeste energie. Geen van beide. Ik had het antwoord kunnen verwachten, maar... Ja, ochtend niet. Je blijft lang op je nest liggen. Dan maar avond. Maar ja, je gaat even op tijd in bed. 50% kans. Avond. Ochtend. Wanneer kreeg ik verkering met je moeder? Dat was tijdens de vakantie waarbij je moeder als vriendin met mijn zus meeging. En dat is nou 20, 21 jaar geleden? Nee, nog langer. Dat was op vakantie. Oh. Ik was er niet bij overigens. Nee. Maar volgens mij was het op vakantie. Jullie waren op vakantie met je zus was volgens mij ook bij. Dat
Dat kan wel weer. Ja? Yay! Yay! Ik luister wel. Mijn favoriete social media app is Snapchat. App? Ja. Ben je al die foto's op zet? Snapchat. Ja! Yay! Yay! Dus we hebben eigenlijk... Nou, nog even de groetjes doen. Ik wil de groetjes doen aan Patricia. Hi Trace. En aan mijn fijne collega Steven. Dag Steve. En aan mijn zus in Zeeland. Dag Thea. Senna niet. Oh ja, en Senna is mijn leefje. Doei. Oké. Ja? Nee, we zijn er nog niet. Oh, we zijn er nog niet. Niet te snel. Ik moet nog eindigen. Oh. Ja. Oeh. Dus. Oh. Oeh. Nou, daar gaan we. Oké, dit waren dus de vragen voor de Vaderdag video. Volgens mij waren ze best wel goed gegaan. Ik wist er veel. Jij wist best wel wat van mij. Ja. Jawel. En ja, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een hele leuke vaderdag hebben. Dus verwen jullie vader sowieso. Dat ga ik morgen ook doen. Want morgen is voor mijn vaderdag. Bewijs. Ja. Koud eitje, bakje koffie. Geen gezeur aan mijn hoofd. Heerlijk. Komt goed. Dus ik wens jullie verder een hele fijne vaderdag. En ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg! Houdoe!